Aan de oost-westverbinding ter hoogte van kilometer 14, de Tamansari, heeft zich vanmorgen een zware aanrijding voltrokken. Een manspersoon heeft hierbij het leven gelaten. De brandweer van post Tamanregio kreeg de melding omstreeks 11:15. Volgens de brandweer was ze binnen 5 minuten ter plaatse. Het ging om een botsing tussen een zwartgelakte Toyota Mark X en een crèmegelakte Toyota Roam. Volgens verklaring van getuigen ging de Mark X de oostelijke richting op, terwijl de Roam richting Paramaribo reed. De twee inzittenden van de Roam en de bestuurder van de Mark X zijn per ontboden ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De bijrijder in de Toyota Mark X raakte bekneld en heeft de impact niet overleefd.